Met deze nepkrans kunnen we zien wat Siebe en Kinke morgen precies moeten doen. We proberen altijd wel bij onszelf te zijn en te herdenken wat er allemaal gebeurd is. Het is gewoon erg wat er allemaal gebeurd is en dat het eigenlijk gewoon zwaar kloten is als dat een herhaling zou krijgen. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn Siebe en Kinke de enige scouts bij de dodenherdenking. 2 jaar geleden waren ze ook op de Dam om te helpen en daarom nu teruggevraagd. Maar de voorwaarden waren dat ze eerder op de Dam hebben moeten staan, uit één gezin moeten komen en bij elkaar moeten wonen en in de leeftijdsgroep horen te zitten. Dus je mag dan niet ouder dan 18 zijn. De periode van herdenken is belangrijk bij de familie Penninga uit Meppel. Opa zat in Rotterdam, daar is bombardementen, dus was nogal heftig. En Beppe moest onderduiken. En nu maar hopen op goed weer. Maar zo niet, dan maakt een echte scout natuurlijk zijn eigen regenjas. Als het begint met regenen, heel even achter het monument. Blouse uit. Ding aan. Blouse weer aan. Even controleren of alles netjes zit en weer door.